Nieuwe wethouder Financiën in Beuningen start zijn functie in zwaar weer. Vandaag was zijn eerste werkdag. Beste kabinetsleden in Den Haag, let er wel op. Wij hebben heel veel taken gekregen vanuit het Rijk. Ja, en er hoort natuurlijk ook geld bij. En verder in het nieuws vandaag, wat betekenen de aangekondigde btw-verhogingen voor dagbladen? En Spelotheek Beuningen bestaat 5 jaar. De nieuwe wethouder Financiën, Kees Telder, heeft vandaag zijn eerste dag op het gemeentehuis in Beuningen. Een spannende tijd om aan te treden als wethouder, want gemeente Beuningen staat er financieel slecht voor. Net als veel andere gemeenten komen ze flink geld tekort door de bezuinigingen vanuit het Rijk. Tijdens de raadsvergadering van 12 november is Kees Telder geïnstalleerd als wethouder Financiën van de gemeente Beuningen. Hij start in een roerige tijd, want de gemeente staat er financieel slecht voor. Toch begint hij zijn termijn positief, maar met gezonde spanning. Ook wel spannend, maar ook natuurlijk wel weer leuk om te doen. Dan denk ik van ja, toen ze belden zeg maar, of ik hier in Beuningen wethouder wilde worden. Ja, dan ga je natuurlijk verdiepen in wat speelt er allemaal. En dan denk ik, ja, er is wel wat te doen. Nu werk ik aan de winkel. Beuningen verkeert momenteel in financieel zwaar weer. Een waarschuwing vanuit de provincie Gelderland maakte de situatie extra zorgelijk. Ja, nou ja, zorgelijk vind ik dan een beetje te groot woord. Kijk, vanaf volgend jaar staan natuurlijk alle gemeentes in Nederland redelijk onder druk. Als het gaat om de financiën, daar is Beuningen niet anders in. Financiën zijn aan zich natuurlijk goed op orde. Maar je moet kijken naar de ambitie van de gemeente en vanuit het coalitieprogramma. De gemeenteraad is de afgelopen week druk bezig geweest met structurele maatregelen om de begroting rond te krijgen. En dat is gelukt. Ja, nou ja, voor nu heeft de gemeenteraad gisteravond natuurlijk een sluitende begroting vastgesteld. Er is natuurlijk de afgelopen week heel hard aan gewerkt nog door iedereen. Ja, dus nu ligt er een sluitende meerjarenbegroting, dus daar kunnen we mee van start gaan. En de grootste uitdaging ligt natuurlijk om de begroting voor volgend jaar voor te bereiden. Voor de inwoners gaat er wel iets veranderen. De belasting gaat omhoog. Ja, weet je, belasting verhogen is aan de ene kant vaak het laatste middel wat je hebt als gemeente om te doen, hè, om structureel geld binnen te halen. En als gemeente kun je natuurlijk verder dingen niet doen, dingen wat minder doen of de inkomsten verhogen door belastingen. Nou ja, gisteravond heeft de gemeenteraad natuurlijk besloten om de OZB te verhogen. Dat is voor inwoners natuurlijk altijd ja, niet leuk, zou ik maar zeggen. Maar het is een klein beetje, dus de gemiddelde lasten die vallen mee, de lastenverhoging. En daardoor is de begroting nu wel structureel sluitend. De begroting is nu sluitend, maar de gemeenteraad maakt zich wel zorgen. Daarom hebben zij een open brief gestuurd naar Den Haag en alle gemeenten in Nederland. Met een duidelijke boodschap. Let op, als jullie zo gaan knijpen met de financiën, dan komen de gemeentes in de problemen. En dat blijkt natuurlijk ook uit de brief die de gemeenteraad gisteren besloten heeft om rond te sturen. Van ja, beste kabinetsleden in Den Haag, let er wel op. Wij hebben heel veel taken gekregen vanuit het Rijk. Ja, en er hoort natuurlijk ook geld bij. De aankondiging van het kabinet rondom de btw-verhoging op onder meer kranten en tijdschriften heeft al heel wat kritiek gekregen. Ook Joris Gerritsen maakt zich zorgen. Hij is hoofdredacteur van Dagblad De Gelderlander en ziet de prijs van de krant flink stijgen als de btw-verhogingen worden doorgevoerd. Gerritsen vreest dat veel lezers zullen afhaken, wat vervolgens de nodige problemen zal veroorzaken voor het regionale dagblad. De Gelderlander maakt zich zorgen over de nieuwe plannen van de Tweede Kamer. Zij willen dat de btw verhoogd wordt op kranten en tijdschriften. Omdat het regionale dagblad al erg duur is, vrezen zij dat dit problemen gaat veroorzaken voor hen. In een brief in de krant van de Gelderlander stonden de zorgen van hoofdredacteur Joris Gerritsen, die zich uit over de btw-verhoging. Ja, ik maak me daar wel echt zorgen over, want het is een pijnlijke verhoging van de prijs. En de krant is al heel duur. En wij vinden echt dat regionaal nieuws bereikbaar moet blijven voor iedereen. Nou, de btw-verhoging zou in onze ogen heel slecht zijn voor de Gelderlander. Als de btw verhoogd wordt, wordt de krant duurder. Een duurdere krant zou kunnen betekenen dat minder mensen hem kunnen betalen. Ja, en wij zijn toch afhankelijk van betalende abonnees. Dus wij hebben die abonnees heel hard nodig. Nou, dan worden we duurder. Dat zou betekenen dat wij uiteindelijk minder abonnees zullen hebben. En als we minder abonnees hebben, krijgen we minder inkomsten. En minder inkomsten is minder verslaggevers. Nou, dat is heel vervelend. Maar met minder verslaggevers kunnen we ook minder goed ons werk doen. Ook mensen op straat hebben een mening over de nieuwe plannen van de Tweede Kamer. Ik vind het dus heel slecht dat het verhoogd wordt. Omdat dan veel minder mensen krant gaan lezen. Ja. We denken er wel over als dadelijk die btw-verhoging komt om dan te stoppen. Want dat wordt toch te duur.
Een oplossing zou kunnen zijn om in de toekomst het nieuws alleen online op te sturen. Maar de papieren krant is erg geliefd onder de lezers en daarom is dit volgens Joris geen optie. Nou, dat zou echt het laatste zijn wat we zouden willen. Onze krant wordt gelezen door heel veel trouwe lezers. Maar veel van die lezers zijn al wel wat ouder, hè, vaak boven de 60. Die hebben de tijd om te lezen en die genieten ontzettend van het lezen van een papieren krant. En zolang het kan, blijven wij die krant dus ook maken. Veel te fijn om bij het ontbijt lekker een krantje te lezen. Papieren, krant, ja. Ja. Ik heb beide. Op de iPad, GSM. En op de papier, maar ik lees hem liever op papier. Ik kijk nu ook al wel eens online, want de Gelderlander die krijg je automatisch dan online toegestuurd. En dan kijk ik ook wel zo door. Als de Tweede Kamer toch besluit de BTW te verhogen, zal de Gelderlander dus een oplossing moeten bedenken om problemen voor de toekomst te voorkomen. Morgen moeten ze stemmen. Er is een kans dat het uitgesteld wordt. Dus of we horen morgen iets, of het wordt later. En dan weet je het niet, hè, wanneer het kan komen. Als die btw-verhoging doorgaat, dat betekent dat pas vanaf 2026 die verhoging ook daadwerkelijk ingevoerd zal worden. Ja, tegen die tijd moeten we echt wel met een plan komen voor onszelf. Maar op dit moment vind ik dat nog te vroeg. Maar wij hebben nog steeds de hoop dat de overheid een ander plan presenteert en ons spaart daarin. De landelijke manifestatie tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs die morgen in Utrecht gepland stond, gaat niet door. Dat schrijft burgemeester Dijksma van Utrecht aan de gemeenteraad. De driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie heeft recent concrete informatie van buiten de stad ontvangen, waaruit blijkt dat een pro-Palestina organisatie voornemens is de demonstratie te kapen, staat in de brief. Uit de informatie blijkt tevens dat geweld hierbij niet wordt geschuwd. De organisatoren hebben het advies gekregen om de demonstratie niet te laten doorgaan. Ook veel studenten, docenten en medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen waren voornemens om naar Utrecht af te reizen. Om de Nijmeegse stad Schouwburg weer bij de tijd te krijgen is ineens 15,5 miljoen euro extra nodig. Dat is 60% meer dan er in eerste instantie uit de rekenmachine rolde. Het komt door incompetente ambtenaren, zeggen ze bij de Nijmeegse VVD. Volgens bestuurskundige Michiel de Vries van de Radboud Universiteit is het een truc om projecten standaard te laag te begroten om groen licht van de gemeenteraad te krijgen. De Schouwburg is een puinhoop in wording. Bezoekers genoeg, 2023 en 2024 waren topjaren, maar directeur Eva Middelhof sloeg half oktober nog alarm bij de Nijmeegse gemeenteraad. Het gebouw piept en kraakt. Meer over dit onderwerp lees je op onze website rn7.nl. Elke maand nieuw speelgoed om mee te spelen. Welk kind wil dat nou niet? De Spelosaurus in Beuningen is een bibliotheek voor speelgoed. Een waar speelparadijs waar voor elke leeftijd wel een leuk spel te vinden is. Een groot succes, want ze bestaan inmiddels al 5 jaar. Het is niet alleen leuk, maar ook duurzaam en fijn voor de portemonnee. Speelgoed lenen in plaats van nieuw kopen. Voor slechts een paar tientjes per jaar kan een lid elke 4 weken speelgoed komen lenen. Van een pop tot een moeilijke puzzel, de Spelosaurus biedt een grote variatie aan speelgoed. Mensen die hier binnenkomen zeggen, wauw, wat hebben jullie veel. En de meeste mensen komen in eerste instantie om speelgoed voor hun kinderen uit te zoeken. En dan zien ze wat voor leuke dingen we allemaal voor volwassenen hebben. En dan gaat dat ook mee naar huis. Want de Spelotheek biedt niet alleen speelgoed voor jonge kinderen. Ook volwassenen kunnen hier leuke spellen vinden. We hebben ook een heel groot assortiment met volwassenen speelgoed. En dat zijn eigenlijk vooral heel veel bordspellen. En die spelen we ook wel vaak. Er wordt 1 keer in de maand op donderdagavond kan je ook bij ons komen om de spellen te testen. En dan gaan we ze met z'n allen ontdekken. Een ouderwets gezellige spelletjesavond. Het is niet de enige activiteit die de Spelotheek organiseert. We organiseren ook diverse activiteiten. En daarmee willen we ook echt een soort verbindende plek zijn in de gemeente Beuningen voor mensen met kinderen en voor spellenliefhebbende volwassenen. We hebben wekelijks een peuterspeelochtend met een leuke activiteit die wordt georganiseerd. Elke 2 weken in de wintermaanden is er een knutselclub. Eens per maand een spellenmiddag voor hoogbegaafde kinderen. Dit zijn de smart games en die worden vooral veel geleend voor kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben of hoogbegaafd zijn. Dat zijn een beetje spelletjes die een beetje extra uitdaging geven. Een beetje soort puzzeltjes zijn het eigenlijk. En dit is er eentje voor die ze alleen kunnen spelen. En deze die kan je ook met meerdere mensen spelen. De Spelotheek biedt dus ook speelgoed voor speciale doelgroepen. Want voor deze kinderen is vaak maar een klein aanbod
En het speelgoed is erg duur. Dus dit is echt mooi houten speelgoed. En dat is echt voor kinderen die een beperking hebben in enige wijze. En nou ja, dan zie je dit soort dingen die echt sensorisch prikkelen wel. En dit is net wat hoogwaardiger, waardoor het echt niet kapot kan gaan. En het is vooral ook belangrijk, want het is heel duur speelgoed. Dus dat is voor die ouders vaak niet goed te betalen. Dus dan is het fijn dat ze het hier kunnen lenen. Goed voor de portemonnee, maar voor veel ouders is duurzaamheid ook een belangrijke reden om lid te zijn. Want er is al zoveel speelgoed in de wereld en kinderen groeien heel gauw uit speelgoed. Ze vinden iets leuk en 2 maanden later ligt het in de kast en wordt er nooit meer mee gespeeld. En dat is zonde. Kasten liggen vol, zolders liggen vol. Dus het ruimt lekker op om lid te zijn van de spelotheek. En het is beter voor het milieu en voor de portemonnee. Aan het begin van de ochtend valt er morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen of motregen, maar daarna wordt het droog. Er is veel bewolking en er verschijnen lichte plekken in het wolkendek, maar de zon zal op de meeste plaatsen niet doorbreken. Het wordt zo'n 12 graden. De wind blijft zwak tot matig van kracht en komt uit het noorden tot noordwesten. Vrijdag wordt een soortgelijke dag en ook zaterdag is er weinig verandering. Zondag is de kans op regen een stuk groter, waarmee we ook een periode van meer wisselvallig herfstweer ingaan. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 13 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan.